Ben je klaar voor? Kijk, kijk, Sharon, kijk, kijk, kijk de foto. Wie is dit? Spook. Spook. Wie is dat? Wie is ja, dat weet ik niet hoor. Nee? Nee. En geen idee? Dat weet ik. Hoe moet ik dat nou weten? Dat is een hele slimme man. Oh. Dat is een gokje. Dat is een gokje. Wie is het dan? Ja, dat is het weet ik echt niet hoor. Gokje. Hij leest het nieuws hij om 8 uur. Back van de future. Wat is dat? Hij leest het nieuws iedere ja, avond om 8 uur bij het NOS Journaal. Kijk geen nieuws. Kijk je geen nieuws? Nee. Anders had je het geweten. Ik denk het wel. Ja? Einstein. Ja. Einstein. Had je dat? Einstein. Wat doet hij? Maar je kijkt niet naar het nieuws. Nee, ik vind het zin. Hij leest het nieuws altijd om 8 uur. Ja, maar ik kijk geen nieuws, dus dat kan, zie ik hem ook niet. Nee, dat is waar. Ik heb je hem. Alright. Wil je een herkansing, Sharon? Wil je een herkansing of niet? Herkansing? Ja, nee, maar dat is niet eerlijk. Nee, ik geef even Sharon een herkansing, want ze kijkt geen nieuws, dus dan weet ze ook niet dat dat een nieuwslezer wordt. We gaan even naar de volgende foto. Sharon, kijk goed, deze is voor jou. Deze moet je. Wie is dat? Oh. Bin Laden. Wat wie? Bin Laden. Bin Laden, ja! Ja. Sharon, kijk goed. Wie is dit? Ik zit niet goed. Nee, niet voorzeggen, mag niet. Moulin Rouge heet het toch? Moulin Rouge? Nee, je komt wel in de buurt. Hoe heet het? Nee, niet voorzeggen. Jij mag je de Sharon? Nee? Wil je nog een gokje wagen? Ja, ze staat ook altijd op die posters, man. Ja. Zij doet het weerbericht bij RTL, doet nee, zij. Nee, dat is Marilyn Monroe natuurlijk. Ja, dat zei ik het toch verkeerd, je man. Zei Moulin Rouge, zei je. Dit is die molen in Parijs. Eentje voor jou als laatste, Sharon. We hebben nog eentje voor jou. Voor jou. Dit is de laatste. Kijk, wie is dit? Van Idols. Herman Brood. Oh! Oh! Dat wou ik echt niet zeggen. Ik zweer het. Dat zou ik echt niet zeggen. Herman Brood van Idols. Ik bedoel alleen de Herman van Idols. Oh, dat wou ik echt niet zeggen. Oh. Nou, ik zou graag willen zeggen dat het domst is wat je vanavond gezegd hebt, maar dat is niet zo. Oh, alright, maar inderdaad was Herman van Idols, niet Herman Brood, maar ik reken het toch goed. Applaus, maar tijd voor de derde ronde. Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Oh mijn god. Wat? Het ligt eraan of je een pakje van 6 koopt of een pakje van 12. Zeker niet verwacht, nee. Dus hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Het ligt eraan of je pakje van 6 of 12. Ja, kijk, je hebt een pakje met 6 eieren, pakje van 10, maar je hebt ook nog zo'n groot met 20 of zo. Ja. Dus ja, ik weet niet welke maar je doet. Zij denkt natuurlijk doos. Dozijn, denkt ze. Ja, ik begrijp het. Nou, ik moet je het goede antwoord is 12. Je hebt helemaal geen doos, pak met eieren van 12. Wat zeg je nou? Wat zei je nou? Helemaal geen doos hebt met 12 eieren. Natuurlijk wel. Ja, en 10. Dat is 10 hoor. Oh, ik sta blind. Ja, een dozijn is waar. Au! Wat is dat? Wat is twee kleintjes. Ik heb al meer dan 500 gedaan. Dit is ongelooflijk. Dit is nog nooit meegemaakt. Ik ga snel voor. Oké, Sharon. Hoeveel manen cirkelen er om de aarde? 1. Wat zeg je nou? 1. We hebben maar 1 maan. Heb je nog nooit die tweede maan gezien? De zeik te nemen. Maar... Nee. Ik zal een andere voor je kiezen. Noem 2 oceanen. Atlantische Oceaan en de Rijnkanaal. Nee, opnieuw. Atlantische Oceaan en de Rode Zee. Oceaan. Atlantische Oceaan. Ja. En de Egisch. En de. Is er geen Egisch? En de Egisch Oceaan. Welke Oceaan?
De Atlantische Oceaan en... En een ik zeg ook gewoon Egypte. Ja, we hebben zeker maar één oceaan. Inderdaad, was een strikvraag, inderdaad. En ik ben even de Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. Utrecht, Amsterdam, Groningen, Drenthe, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Drenthe. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Drenthe, Twente. Maar 12. Groningen, Friesland. Overijssel. 10 of 11 of zo, 12. Overijssel. Maar Utrecht is voor mij het belangrijkste, dus de rest interesseert mij ook. Dus Utrecht is het grootste. Jongens, ik hou erbij op. Ik vond jullie allemaal fantastisch. Ja, ja.